Wat heeft een kind nodig? Wat heeft een leerkracht nodig? Wat heeft een school nodig om ervoor te zorgen dat dit onderwijs passend wordt voor een kind? Wij zijn een team van begeleiders passend onderwijs die eigenlijk afstemmen op de hulpvraag die er binnen de scholen is. Allemaal hebben we de expertise binnen het onderwijs, veelal ook cluster 4 onderwijs. En wij zijn mensen die out of the box kunnen denken in hulpvragen. Het kan zijn dat een student bijvoorbeeld net een diagnose heeft gekregen, zoals ADD of ADHD of autisme, en niet zo goed weet hoe moet ik daar nou mee omgaan. Dan ga ik met een student eigenlijk kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat je binnen deze onderwijssetting op een zo goed mogelijke manier tot je recht komt. Eigenlijk het passend maken van het onderwijs voor een kind. Dat kan zijn dat we eerst in gesprek gaan met de interne begeleider, dat we een observatie maken, dat we in gesprek gaan met ouders en interne begeleider, dat we gaan kijken naar de interactie tussen kind en leerkracht. Wij gaan voor een duurzame inzetbaarheid. We gaan voor het versterken van de vaardigheden van de leerkracht op de lange termijn. Wij denken ten alle tijde met scholen mee om de zorg zo goed mogelijk neer te zetten. En daar zijn wij de sparringpartners voor.